kijkers. Welkom. Het is 19 september, 6:55. Het is nog stil op het plein bij Raapkarretje. Maar over een half uur is dat anders. Want dan wordt hier de radenbijeenkomst georganiseerd. En de organisatie is in handen van de gemeente Twenterand en de regio Twente. En daar komen raadsleden van 14 gemeenten, colleges van 14 gemeenten, het waterschap. Er komt een gedeputeerde. Een aantal bedrijven, grote bedrijven, die duurzaamheid hoog in het vaandel hebben staan. En het onderwerp van vanavond is innovatief en duurzaam ondernemerschap in Twente. Een groot aantal bedrijven uit Twenterand doen hieraan mee. Bakkerij Holland, Jotem, De Groot Vrooms Hoop. En Raap Kargier uiteraard hier achter mij. Maar ook Roelofs uit Den Ham. Vista Plastics. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Maar daar komen we vanavond nog op terug. We maken een reportage vanavond. Wij kunnen niet alles live uitzenden. Maar we maken een reportage. En op een later tijdstip gaan wij dat uitzenden. Het wordt een interessante avond. En wij gaan nu kijken waar het zich allemaal plaats gaat vinden. En u hoort weer van ons. Naast mij staat Robert Ros, griffier in de gemeente Twenterand. En naast dat hij griffier is, is hij de laatste weken en misschien wel maanden, maar dat gaan we hem zo vragen, ook druk bezig geweest met de organisatie van dit prachtige event. Een event over duurzaamheid en bedrijven die daar innovatief mee omgaan. De radenbijeenkomst is het kader waar onder deze bijeenkomst wordt georganiseerd. En Robert moet ons maar eens uitleggen wat daar allemaal bij komt kijken. Nou, er komt een heel erg veel, een grote boel bij kijken. Want in wezen is het best wel een ingewikkeld traject. Maar eerst even, je zei van, nou, ik ben de grote organisatie, ik heb daar een steentje in bijgedragen. Maar het is natuurlijk wel een heel teamwork geweest van pakweg 15 personen die hier aan meegewerkt hebben. En ik heb daar ook een steentje aan mogen bijdragen. Maar het is een grote organisatie. Het is mooi om dit te mogen doen tijdens het 650 jaar bestaan van Friezeveen. Dat was ook eigenlijk de reden om de Twente-raad van heel Twente hier naar Friezeveen te halen. Dan kom je op een moment van wat gaan we als thema doen? En het thema innovatief en duurzaam ondernemen, nou, dat is wel iets wat bij Twente-rand past. Maar dat is ook iets wat bij Twente past. En dan gaat het met name om ook de link met de andere vier O's. Hè. De vier O's, dat zijn dus dan overheid, onderwijs, onderzoek en ondernemers. En met name die laatste groep, die proberen we in deze Twenterand centraal te staan. Dat was een mooie uitleg. Het begint aardig druk te worden. De mensen zijn aan de koffie begonnen. Over een klein kwartiertje wordt de aftrap gegeven. En ik heb de burgemeester al voorbij zien komen. De gedeputeerde is er misschien ook al. Die heb ik nog niet. Ja, die is ook al gezien. Robert, ik hoop dat alles naar verwachting verloopt. Want het is best nog een organisatie. Want de groep gaat zich ook nog splitsen. En worden met elektrische auto's, of in ieder geval duurzame auto's, vervoerd naar twee andere locaties. Bakkerij Holland en het bedrijf Jotem. Hier niet zo ver vandaan. Maar ze worden vervoerd met duurzame auto's. Duurzaam inderdaad, elektrische auto. En het leuke is dat we ook een waterstofauto erbij hebben. En dat is eigenlijk wel bijzonder. Want ik denk dat het de enige auto rijdend op waterstof is hier in de provincie Overijssel. En dat is wel leuk. Zeker omdat op dit moment het verkrijgen van waterstof wel een item is. Ook in de politiek van Overijssel. Dus dat is leuk. Robert, veel succes en we gaan er mee van genieten. Dankjewel. Okay. Kijkers, we staan nog steeds op het Jan Neuringplein. En de mensen lopen binnen. Het wordt gezellig druk. En naast mij staat nu, en ja, dat kunt u eigenlijk wel zien, een goede bekende, burgemeester Annelies van der Kolk.
Annelies van der Kolk gaat de vergadering of de bijeenkomst in feite openen, heb ik begrepen. En burgemeester, hoe kijkt u terug op de voorbereidingen en wat verwacht u van deze bijeenkomst? Nou, ik kijk terug op de voorbereiding heel erg positief. Het was echt heel mooi wat er allemaal gedaan is en hoeveel mensen er komen. En ik verwacht ook dat ondernemers met politiek met elkaar in gesprek komen over datgene wat hier gebeurt. In Twenterand zijn heel veel innovatieve ondernemers. Nou, dat laten we ook zien vanavond. En ik hoop dat iedereen daar iets van meeneemt naar huis. De groepen worden gesplitst. Men gaat nu ook twee bedrijven bezoeken en twee groepen blijven hier. Gaat u alle groepen af of blijft u bij één groep? Ik blijf bij één groep, want ik vind niet dat je overal een klein beetje mee moet maken. Ik blijf gewoon bij één groep en ik weet nog niet bij welke. Oké, u hoeft zich van tevoren niet op te geven daarvoor? Nee, oké. Heeft u nog iets toe te voegen of zegt u van... Nou ja, ik denk dat het natuurlijk heel erg mooi is, hè? Natuurlijk de ondernemersbeurs, waar ook heel veel gebeurt, waar heel veel ondernemers staan. Waarvan ik denk van ja, die laten iets zien van hun bedrijf, daar ben ik trots op. Nou, hetzelfde zie je nu ook straks weer. Dus ik denk dat we echt een hele mooie week hebben waarin heel veel gebeurt. En waarin de innovatie en duurzaamheid natuurlijk ook een boventoon voert. Ja, want een onderdeel aan het eind van deze bijeenkomst is een bezoek aan de ondernemersbeurs. Aan het Manitobaplein. Daar zijn heel veel ondernemers uit Frieseveen presenteren zich. En daar heeft ook de gemeente een stand. Ja, dat klopt. De gemeente heeft er ook een stand en dat geeft ook aan dat de gemeente ook wil laten zien wat wij doen. En dat er vragen kunnen komen vanuit iedereen die zegt van hé, dat is makkelijk, ik heb toch een vraag, die kunnen ze daar stellen. Heeft u ook gerouleerd in de bezetting van de stand? Nee, bewust niet, want daar moet je tijd voor hebben en dat lukte mij gewoon niet. Ja. Heel veel plezier vanavond en succes, want het is een visitekaartje wel voor Twenterand. Ja, zeker. Ik ben er ook heel blij mee dat het zo loopt. Ja. Dank u wel dat u wilde komen. Van harte welkom hier in Frieseveen in de gemeente Twenterand. Het is toch heel mooi, er zijn al wat zitplaatsen hiervoor. Het is toch heel mooi om u allemaal hier te mogen ontmoeten. Innovatief en duurzaam ondernemerschap in Twente. Dat is het thema en ik denk dat we heel veel dingen met elkaar zullen delen. En dat we ook met elkaar wat innovaties zullen zien. Ik mag u welkom heten en ik wil in elk geval de gedeputeerde de Bree van harte welkom heten. Ik wil ook de heer Terpstra en de heer Van Deursen van harte welkom heten. Ik wil, en ik ga toch een bepaalde volgorde in de andere welkom benoemen. Dat zijn de leden van de Twenteraad, dat zijn de leden van de gemeenteraden, ondernemers en leden van colleges. U allemaal van harte welkom en u heeft natuurlijk gezien... Toen u hier Twente, Frieseveen binnenkwam, hoe welkom u bent. De vlaggen waren uit, zijn uit, de vlaggetjes, de boog. Het is een heel mooi entree en het was natuurlijk voor u. Dat hebben we voor u gedaan, begrijpt u wel. Maar 650 jaar Frieseveen, daar zijn we ook heel erg trots op. En in Frieseveen is altijd dat innovatie, dat ondernemerschap, maakte een deel uit van de samenleving. Want ook in de 19e eeuw trok men van Frieseveen naar Sint-Petersburg. Dat was natuurlijk heel mooi om daar de handel te gaan drijven, om op pad te gaan. En ik denk dat het mooi is om dat ook weer te beseffen, hoe men altijd hiermee bezig is. Ik maak het niet langer. Ik geef de microfoon weer aan de heer Vaatstra. En ik laat me ook verrassen. Maar allemaal een hele goede avond toegewenst. Dank u wel, burgemeester. Mag even blijven staan als u wil. Dan wil ik nu graag uitnodigen, zijn naam werd al even genoemd, de gedeputeerde van de provincie Overijssel, de heer Thijs de Bree. Dag, meneer de Bree. Hallo. Welkom. U bent net gedeputeerde, heb ik begrepen. U heeft energie, milieu en arbeidsmarkt, geloof ik, in portefeuille. En handhaven. Oké. Okay. Geen vergunningen. Nou, dat is allemaal goed om te horen.
Hoe bevalt het tot nu toe het gedeputeerde zijn? Het is uitstekend, het is een prachtige uitdaging. Met name waar we het vandaag even over hebben, die energietransitie, dat boeit mij bijzonder. Ja. Ja. En kunt u ook vanuit de provincie aangeven waar u zeg maar, de grootste opgaven ziet op het gebied van innovatie en duurzaamheid bij met name ondernemers? Ja, ik denk dat het belangrijk is dat wij, als je het hebt over de energietransitie, dan is dat een vrij algemeen begrip. En mensen die, ja, ik heb een tijdje geleden gezegd, ja, energietransitie is het transitie in het algemeen. Dan krijg je soms een beetje gevoel van, goh, hoeveel transities kunnen we zeg maar nu tegelijkertijd aan in het leven? Hè? En dan voor je het weet zit je nog meer te praten over transities en rol, invullingen en allerlei moeilijke zaken en kantelsessies. En dan krijg je daar op een duur een beetje een ongemakkelijk gevoel van, dat je denkt, oké, maar wat moeten we nu eigenlijk gaan doen? En dat is volgens mij het leuke wat wij in deze setting ook met elkaar kunnen bespreken en waar we het over zouden moeten hebben, is van, goh, wat is nou concreet de bijdrage die ondernemers kunnen leveren, die bedrijven zoals Raap Kerger, waar we nu toevallig te gast zijn, maar ook andere bouwbedrijven, technische bedrijven, installateurs kunnen leveren. En dan moet je gewoon een hele concrete vraag stellen. Bijvoorbeeld, hoe zorg ik ervoor dat mijn cv-installatie op een goede manier ingesteld wordt? Dat is een hele concrete vraag. Dan krijg je installateurs bij elkaar die zeggen, goh, ik weet het wel, maar ik heb geen mensen die het kunnen doen. Vervolgens is dan aan een politiek of aan een gemeente om te zeggen, nou, kijken wij eens naar de mensen die beschikbaar zijn of we daar een bijdrage kunnen leveren. Dan heb je een heel ander type gesprek. Maar dan gaat het wel ergens over. Dan is het niet meer in abstractheid, maar dan gaat het gewoon concreet over simpele dingen doen. Als je met bijvoorbeeld woningbouwvereniging in gesprek gaat en je zegt, hoe gaan we de energietransitie doen? Ja, dan krijg je geen antwoord. Maar als je zegt, kijk nou eens een keertje naar jullie woningen. Hoe zien ze eruit? Heb je daar een gestandaardiseerd isolatiepakket voor? En als het antwoord is nee, dan kan je met die hele simpele vraag naar ondernemers toe gaan. En dan hebben ze iets om aan te bieden. Maar niet als je in algemene termen blijft praten. Dus vandaag zou ik zeggen, voer een gesprek over hele concrete vraagstukken waar je tegenaan loopt. Leg die problemen ook gewoon op tafel. Want dat zijn de aanknopingspunten om samen eigenlijk een agenda, een investeringsagenda te maken voor ondernemers, voor onze omgeving, voor inwoners. Dus u zegt eigenlijk, maak die vraag simpeler of kleiner om met elkaar in samenwerking te komen. Nou heb ik even gekeken wat uw achtergrond is en daar kwam regelmatig het onderwerp samenwerking in naar voren. Als ik me niet vergis tenminste. Ziet u nu ook in, of kunt u misschien voorbeelden geven van de kansen die Twente biedt op het gebied van samenwerken? Zijn er misschien al goede voorbeelden die u al heeft gezien? Of misschien breder in Overijssel, waar we ons voordeel hiermee kunnen doen? Ja, nou, als je je afvraagt van wat zou er beter kunnen, ik zou zeggen vrij weinig, want jullie doen al heel veel goed. Maar er zit wel een groot verschil tussen de manier waarop wij in Overijssel of wij in Twente kijken en praten over dingen en ja, de manier waarop misschien, laat zeggen, in bijvoorbeeld de Haagse stolp waar dan de beleidsambities worden gemaakt en uiteindelijk worden bedacht, hoe daar wordt gekeken. Wij doen het in een heleboel opzichten, doen wij het ontzettend goed. We hebben bedrijven die concreet bijdrage leveren in de bouw, in techniek, en die daar al heel erg voortvarend in zijn. Dus ik zou zeggen, ja, stap uit het mantra van het moet beter. Het is al heel goed wat we aan het doen zijn. En ik zie hele mooie bijdragen die, ja, wat mij betreft, eigenlijk meer ondersteuning behoeven van ga daarmee door. En nou, die innovaties die komen wel, maar wel aan de hand van hele concrete vraagstukken. Dus liefst aan de slag en niet te lang blijven hangen in innovatiestrategieën, kantelsessies en dat soort zaken. Heel goed. Dank u wel voor nu. Blijft u ook even staan alsjeblieft. De burgemeester zei het net al in een welkomstwoord. We zijn hier op een prachtige locatie. Wat mij betreft beter dan een saai congreszaaltje, om het zo maar even te noemen. Hey, we staan hier op de oplegger en we staan hier midden in het bedrijf Raap Karger. En voor deze avond wil ik, of voor dit moment wil ik graag even de heren Hoekstra en Hospes uitnodigen van Raap Karger. Meneer Hoekstra, als ik even met u mag beginnen. Prachtige locatie, ziet het er altijd zo spik en span uit hier? Wat denkt u? Ik ga er wel van uit. Ik ken het niet anders, want ik ben hier voor het eerst. Het ziet hier altijd zo geweldig uit. Maar ik moet eerlijk zijn, we zijn weer heel druk geweest om het zo neer te zetten zoals het nu staat. Zo eerlijk moet ik zijn. Maar wij hebben dat natuurlijk niet voor niks gedaan. Wij doen dat allereerst omdat wij als bedrijf die uitnodiging hebben gekregen om dit te mogen organiseren. En daar zijn we natuurlijk geweldig trots op dat we al deze mensen hier binnen mogen krijgen. En al was het alleen maar voor onze exposure van de naamsbekendheid van ons bedrijf, dus wij zijn daar heel erg blij mee. Wij hebben natuurlijk wel van alles moeten organiseren, want uiteindelijk is dit ons logistieke centrum. Ons logistieke hart, wat natuurlijk, nou ja, je ziet het wel, helemaal schoongemaakt is enzovoort enzovoort. En zelfs voor deze gelegenheid, dat is ook wel mooi om te vertellen, hebben we nog een speciale ingang gemaakt aan de achterkant. Dat hebben we speciaal voor deze gelegenheid gemaakt. Dus je kunt straks
Samen met de gemeente, denk ik. Of niet? Ja, toch? Zeker. En ik, wat ik ook kan vertellen is dat die binnen nu, binnen een afzienbare tijd zelfs open is voor algemeen gebruik, voor onszelf. Dus... Heel goed. Wij kregen daar onlangs ook al wat vragen over. Dus. Ja. Maar ik ben blij dat de oplossing er nabij is. Hoe kijken jullie eigenlijk vanuit zeg maar Raap Karger aan tegen samenwerking? Werken jullie veel samen in de regio? Ja, wij werken op het gebied van duurzaamheid doen wij heel veel. En, moet u daar een voorbeeld van geven? Ja, wij hebben, u kent waarschijnlijk het ziekenhuis MST in Enschede. En voor het ziekenhuis MST Enschede hebben wij een aantal jaren geleden alle bouwmaterialen mogen leveren. En dat mochten we doen op basis van logistieke ontzorging. En logistieke ontzorging, dat betekende dat we de materialen op de plek neerzetten waar ze verwerkt werden. Dus een tegeltje werd in de toilet neergezet waar die verwerkt werd. En daar hebben we... Dus niet voor de deur, gewoon voor de hoofdingang, maar... Daar hebben we dit soort kranen voor. Die lossen dus op hoogte. En die kunnen dus de materialen op de verdieping neerzetten. En daar werden ze verplaatst door mensen die kwamen uit de kaartenbak van de gemeente Enschede. Dus hebben we samen met de gemeente Enschede hebben we dat op poten gezet. En dus hebben we 3/4 jaar hebben een man of 6 uit de kaartenbak van de gemeente Enschede gehad. En dat is een heel groot succes geweest. Het was zelfs zo, in de afsluitende bijeenkomst die we gehad hebben in het FC Twente stadion, er zat een van die runners, noemen ze, die werd daar gevraagd door iemand die hem interviewde. Hij zei, wat heb je nu geleerd hiervan? Wat vond je het mooiste? Hij zegt, nou, normaal deed ik niks. En nu, voor mij, ik heb nu weer een weekend. Ik moest 5 dagen werken en dan heb ik weer een weekend. Hij zei, dat is me het beste bijgebleven. Prachtig voorbeeld. Ja, heel mooi. Ik wil u allen, de heren Hospes en Hoekstra van Raap Karger, meneer De Bree en burgemeester Van der Kolk, hartelijk danken voor deze inleidende woorden. Geef ze een hartelijk applaus. Wij staan in de zaal bij Raap Karger, één van de zalen. En vanavond wordt deze zaal gebruikt door 2 bedrijven. Vita Plastics en Roelofs Wegenbouw. Alhoewel ik heb begrepen dat wegenbouw slechts een gedeelte is van de activiteiten die dat bedrijf uit Den Ham uitvoert. Maar wie kan mij dat beter of ons beter uitleggen dan iemand die bij Roelofs werkt? En die staat hier naast me, maar ik ken zijn naam nog niet. Mijn naam is Robbie van den Broek en ik ben het hoofdkenniscluster energie en milieu binnen Roelofs. En dat is inderdaad de adviespoot binnen Roelofs, wat inmiddels al bestaat uit meer dan 100 werknemers. En dus dat is naast de wegenbouw hebben jullie een adviespoot. En als ik het goed begrepen heb, zijn dat bijna gelijkwaardig in grootte. Dat maakt Roelofs een uniek bedrijf eigenlijk in Nederland, maar ook dus in dit geval in Twente. Wij werken nauwgezet samen met elkaar en proberen op die manier ook de openbare ruimte op een duurzame manier dagelijks gewoon in te richten. Laatste vraag even, want we moeten nog een paar andere bedrijven af. Wat gaat u de ondernemers, de genodigden van uw bedrijf vertellen, maar in het kort, hè, want u heeft geloof ik 1/2 uur of 3/4, maar die tijd hebben wij niet. Ik kan er heel de dag over praten, dat is inderdaad zo. Maar wat ik de deelnemers, en dit zijn de raadsleden van alle gemeenten die hier in Twente actief zijn, die wil ik in ieder geval meegeven dat de circulariteit op dit moment echt een doel op zich is en heel erg leuk is om toe te passen. Dus ik geef praktische voorbeelden als het gaat om bijvoorbeeld bio-asfalt of als het gaat om allerlei andere activiteiten, zoals ook vanuit het sociale domein. Nou, ik wens u in ieder geval heel veel succes vanavond. Het is aan u wel toevertrouwd om uw bedrijf Roelofs Den Ham te promoten. Veel succes. Dank u. Inmiddels zijn wij aangeland op het Jan Neurinkplein. Een vroegere directeur van Raap Karger. En naast mij staan 2 hotemetoten van Raap Karger. Menno Hoekstra en Gerard Hospers. Ja. En ik hoop dat ik ze goed aankijk terwijl ik de namen uitspreek. Dat klopt. Heren, jullie hebben het bedrijf beschikbaar gesteld voor deze radenbijeenkomst. Ik zie dat er heel wat werk is verzet. En het onderwerp is duurzaamheid. Klopt. Wat doen jullie als bedrijf
eigenlijk op het gebied van de duurzaamheid? Nou, ik denk dat Gerard een hele goede antwoord op kan geven als duurzaamheidsspecialist binnen ons bedrijf. Dat wist ik niet. We gaan overschakelen naar de man links van mij en die gaat zichzelf even voorstellen en ook wat hij doet. Ja, we zijn flexibel zoals je merkt. Mijn naam is Gerhard Hospes, ik ben adjunct-directeur Greenworks bij Rabkargen. En Greenworks is de naam die wij hebben gegeven aan ons concept dat gaat over duurzaam bouwen, duurzaam installeren, maar ook verbouwen. Binnen dat concept hebben wij eigenlijk regelgeving met betrekking tot duurzaamheid. Lees het bouwbesluit, daar hebben we onze aannemers aan moeten voldoen. Hebben wij heel pragmatisch weergegeven in 10 duurzame materiaal- en productieeigenschappen en 5 comfortkenmerken. Waarbij onze aannemers heel gemakkelijk de vertaling kunnen maken richting hun klant, de woningcoöperaties en de woonconsument. Gerard, dat was een prachtig mooi verhaal. Dat heb je voor de spiegel geoefend? Ik oefen elke ochtend voor de spiegel, maar dat heeft te maken met tandenpoetsen. Oké, ik ga naar rechts van mij, Menno Hoekstra. Menno, de naam is wel eens voorbijgekomen, op de racefiets ook wel. Persoonlijk heb ik ook nog met je contact gehad toen wij naar Rusland gingen fietsen. Dus we kennen elkaar van een afstand. De mensen weten nu dat ik spreek met Menno Hoekstra. Maar wat is de functie van Menno Hoekstra binnen Raapkargje? Menno Hoekstra is manager sales en operations binnen Raap Karger van de regio Oost. Dat wil zeggen verantwoordelijk voor regio Oost. En regio Oost bestaat uit alle 8 bouwmateriaalzaken die wij zelf hebben in Overijssel. En daar ben ik sales en organisatorisch verantwoordelijk voor. Waarom hebben jullie ja gezegd tegen de uitnodiging, of misschien hebben jullie jezelf wel aangeboden, om dit mede te organiseren en ook te laten zien dat Raapkargje een duurzaam bedrijf is? Nou, het is natuurlijk voor ons een geweldige kans en een ideaal moment om ons te presenteren als bedrijf. Het zij in duurzaamheid, maar ook het zij in wat onze dagelijkse handel is. En we zijn trots op dat we dit mogen organiseren met al die mensen die hier vanavond komen. Het zijn allemaal weliswaar geen professionele verwerkers van ons of klanten van ons, maar wel mensen die daags in die wereld zitten. En wij zijn nogmaals heel erg blij dat we dit mogen organiseren voor de gemeente Twenterand. Nou, fijn om te horen. Ik wens jullie in ieder geval veel succes, want Expeditie 1 gaat ook in deze ruimte plaatsvinden. Hier vindt niet alleen de openingsplechtigheid plaats, maar daarna gaan de ploegen, de groepen uit elkaar. En Expeditie 1 wordt hier gehouden. En dat doen jullie samen met de Groot Vroomshoop. En daar gaan we zo nog even een gesprekje mee voeren. Ik wil nog even zeggen dat jullie bijna klaar zijn aan de achterkant. Ik heb de slagbomen al zien staan. Wanneer zijn de mensen van het Oosteinde verlost? Is misschien van de vrachtwagen. Die vraag had ik verwacht. Uiteindelijk is het zo dat we hebben met de gemeente overlegd dat de planning 1 april zou zijn. Echter, door drukte in de markt en drukte op de inkoop van die producten die we hier voor nodig waren, heeft het toch iets langer geduurd. Maar daarentegen is het nu zo dat we vanaf aanstaande maandag beginnen we met het personeel naar achter binnen te komen. En er zijn nu al vrachtauto's die ook al naar de achterkant naar buiten gaan, maar nog niet binnenkomen, want daar hebben we het gezicht op. En vanaf medio begin oktober denk ik dat alles omgezet is. Ja, dan hebben we alles terecht. En dat is alles voor elkaar. Dat heeft lang geduurd, al met al, maar het einde is in zicht. Het einde is goed in zicht. Veel succes en we gaan een volgend bedrijf bezoeken. We staan weer in Expeditie 2. Een mooie zaal bij Raap Karger. En eerder heb ik gesproken met het bedrijf Roelofs uit Den Ham. En toen was Vita Plastics nog niet aanwezig, maar wij hebben hem gevonden. De man die vanavond iets gaat vertellen aan de genodigden over Vita Plastics staat naast me. Hij stelt zichzelf even aan u voor. En ik verzoek u om even in de camera te kijken. Ik hou de microfoon wel. Dat ga ik doen, dank u wel. Ja, ik ben Koen Kooltof, 36 jaar, geboren en getogen Vroomshoper. Dus ja, altijd woonachtig geweest, uiteraard in de gemeente Twenterand. Ben directeur-eigenaar van 2 bedrijven, Vita Plastics en Van Afval. Doe ik samen met mijn compagnon Henk Alsma.
Vita Plastics is een bedrijf die produceert grondstoffen, kunststofgrondstoffen voor de kunststofverwerkende industrie. En Van Afval is een bedrijf waar wij het afval uit een bepaalde regio weer omzetten tot een bruikbaar product in dezelfde regio. Twee bedrijven, twee directeurschappen. Hoe houdt u dat uit elkaar? Dat is een goede vraag. Dat is een beetje eigenlijk onze taakverdeling is. Vita Plastic is eigenlijk mijn dagelijkse business. En Henk Alsema, mijn compagnon, is primair verantwoordelijk voor het bedrijf Van Afval. Uiteraard overlapt het veel en hebben wij korte lijntjes. Maar dat zijn onze primair onze taakverdeling. Ja. Het onderwerp van deze bijeenkomst, waar steeds meer mensen nog binnenkomen, het wordt druk, is duurzaamheid en innovatie. Waarom is Vita Plastics hier vanavond om zich te presenteren als een innovatief en duurzaam bedrijf? Vita Plastics, ja, dat is eigenlijk een beetje de combinatie met Van Afval. Dat is eigenlijk onze beide bedrijven die we presenteren. Vita, uiteraard duurzaamheid. Wij maken van afval en weer nieuwe grondstoffen die we inzetten voor de kunststofverwerkende industrie. En wij doen ten opzichte van onze conculega's zijn wij eigenlijk een bedrijf die gespecialiseerd is van afvallen van een bepaald product of productgroep weer terug te zetten in diezelfde product en productgroep. Dus we sluiten daarin de keten. We werken daarin samen met bedrijven verdeeld door heel Europa waar wij onze productie laten uitvoeren. Daarnaast maken wij gebruik van externe transportbedrijven en laten wij het zoveel mogelijk lokaal in Europa verwerken. Dat wil zeggen dat wij geen onnodige transportbewegingen maken door heel Europa om naar onze fabrieken te rijden. Dat is naar mij circulariteit bij uitstek. En ons bedrijf van afval, daar verwerken wij met name huishoudelijke kunststofafvalstromen. Dat zijn de mixed kunststofstromen, welke momenteel door de gemeente helaas nog in de verbranding, ter verbranding worden aangeboden. En van die moeilijke stroom waar weinig bedrijven een oplossing voor hebben, proberen wij producten te maken die weer inzetbaar zijn in diezelfde gemeenten. En wij zeggen van afval, onze producten zijn een tijdelijke opslagplaats voor uw afval. Een mooi verhaal. U komt, mijn complimenten daarvoor, goed uit uw woorden. Dat zal vanavond ook blijken bij deze bijeenkomst. Met de groep die hier komt zitten en waar u uw bedrijf mag promoten samen met Roelofs. Ik wens u daarbij heel veel succes. Vriendelijk bedankt. Kijk eens, we staan nog steeds op het Jan Neuringplein. De expeditie ruimte 1, maar wel met een ander bedrijf. We staan hier met twee mensen nauw betrokken bij de Groot Vroomse Hoop. Ik heb ze alleen in de verte nog maar gezien. Ik heb geen flauw idee hoe ze heten, maar dat is niet erg. Ze kunnen zichzelf aan u voorstellen. Ik begin rechts. Ik ben Gerard Beltman, directeur bij de Groot Vroomse Hoop. Woonachtig in Rijssen en al 15 jaar verbonden aan dit prachtige bedrijf. Ja, dat was het. Dat is goed. Je wou nog niks vertellen over het dat geeft niet. En links van mij en voor de kijkers rechts. Ja, ik ben Wim Sturres, ook directeur bij de Groot Vroomse Hoop. Waarom, en jullie moeten zelf maar zoeken wie de vraag gaat beantwoorden. Waarom heeft de Groot Vroomse Hoop zich aangemeld of beschikbaar gesteld om mee te werken? Om te zeggen van ja, wij zijn innovatief duurzaam bezig. Wij zijn inderdaad innovatief en duurzaam bezig en passen daarom, denk ik, prima bij dit prachtige event. Waar het toch ook gaat om duurzaamheid en om de toekomst van onze aarde, de toekomst voor onze kinderen. En ik denk dat we als De Groot daar ontzettend goed mee bezig zijn met producten die je hier achter ons ziet staan. Van hout, die demontabel zijn, die circulair zijn en waar je de toekomst mee in kunt. Er zijn twee directeuren bij het bedrijf en hoe hebben jullie de taken verdeeld? Ja, we zijn samen verantwoordelijk voor de groep, dus we hebben meerdere bedrijven. En dan hebben we uiteindelijk onderverdeeld dat Gerard en de houtbouwkant doet. En Michiel Vincent, moeten we ook niet vergeten, die is als adjunct directeur ook verantwoordelijk voor de bergingen. En ik doe dan de bouwmaatschappij, de bouwsystemen. We worden onderbroken door de speaker. We gaan er gauw tussenuit. Veel succes, heren. Ja, dank je wel. Kijk eens, wij staan buiten inmiddels. We hebben het Jan Neuringplein verlaten, want we hadden licht nodig. Het is 8:05. De bijeenkomst is nog in volle gang. Maar we zijn er even tussenuit geslopen om een gesprekje te voeren met het bedrijf wat we eigenlijk allemaal kennen. En dat is Cogas.
En naast mij staat iemand die volgens mij al een aantal jaren werkt bij Kogas. En hij gaat zichzelf aan u voorstellen en hij gaat ook vertellen wat hij bij Kogas overdag zoal doet. Martijn Kolkman, ik ben ontwikkelaar bij Kogas. Wij zijn een netwerkbedrijf, dus verantwoordelijk voor de gas- en elektra-infrastructuur. En door het gasbesluit van Wiebes moeten we allemaal van het aardgas af. En daartoe zijn wij allerlei duurzame technieken aan het bekijken en aan het verkennen welke rol wij daarin kunnen spelen. Een van die technieken hier in Frieseveen is restwarmte van de bakkerij Holland. Die heeft veel restwarmte over en die warmte kunnen wij nuttig inzetten in een warmtenetwerk. En dat warmtenetwerk brengt de warmte van de bakkerij naar uiteindelijk omgeving Manitobaplein, waar een aantal grote objecten zitten en die proberen we aan te sluiten op het warmtenet op basis van restwarmte van de bakkerij. Dat is heel interessant. Bakkerij Holland is ook een expeditie, zo noemen ze dat. Daar wordt vanavond door een groep een bezoek gebracht. Wij kunnen daar niet bij zijn. Dus we moeten het op deze manier doen. Kogas is wel bij Bakkerij Holland gelokt. Er zijn twee bedrijven, Holland en Kogas, toch? Ja. Die daar zich presenteren. Je had het net, Martijn, over. Ik mag Martijn zeggen, hè, we kennen elkaar al wat langer. Je had het net over een netwerk. Heeft dat ook iets te maken, Kogas, met Enexis? Waardoor nu een stop zit in Twenterand dat windmolens of zonnepanelen eigenlijk hun opbrengst niet in het net meer kunnen brengen? Dat is heel lokaal afhankelijk. Dus bijvoorbeeld sportverenigingen kunnen gerust zonnepanelen op het dak nemen. Maar de echt grotere projecten, zoals hier aan de overkant van de straat, de zonneparken, op bepaalde plekken geeft dat problemen. Ja, en die bepaalde plekken, dat is Twenterand. Daar heb ik geen inzicht. Ik weet niet exacte locaties. Nee. Wat is jullie specialisatie op het gebied van duurzaamheid? Want dat is het onderwerp van vanavond. We hebben een aantal specialisaties. Onder andere duurzame gassen, hernieuwbare gassen. We zijn een groot project gestart rondom Noord-Deurningen. Waarbij we een aantal kleine boerderijvergisters hebben. En die krijgen allemaal op hun eigen erf een vergister. En die brengt duurzaam gas, hernieuwbaar gas, naar een centraal punt. Om daarmee afnemers. Dus die gebruiken dat in plaats van aardgas om hun processen te gebruiken. Ja. Wat verwacht je van de bijeenkomst eigenlijk? Waarom heeft Kogas ja gezegd tegen een uitnodiging om hieraan deel te nemen? Enerzijds proberen we meer aandacht te krijgen voor de potentie van restruimte. Dus vaak werd gedacht dat er veel restruimte beschikbaar is vanuit de datacenters in Groningen of bij de petrochemische chemie in Rotterdam. Uit onderzoek is gebleken dat juist ook in Twente dat daar heel veel industrie zit met de restruimte. En die restruimte die proberen wij nuttig in te zetten. Martijn, we moeten weer terug, want er wordt nog genoeg interessants besproken. Ik dank je dat je even bereid was om even tussendoor toch het gesprekje met ons te voeren. De tijd was toch wat krap om elk bedrijf voor de camera te halen. Maar blij dat je op deze wijze toch hebt meegewerkt. Dank je wel. Graag gedaan. Ja. Kijk eens, wij staan hier bij een wagenpark. Autolease Twente staat op de auto's. 4% bijtelling, direct uit voorraad leverbaar. En naast me staat iemand die daar alles van weet. En je mag jezelf even voorstellen. En waarom is dit nu juist zo'n bijzondere auto? Waarom staan wij bij deze auto en niet bijvoorbeeld bij daar ergens achteraan? Goed, mijn naam is Mike Janssen, namens Autolease Twente. Wij zijn hier vanavond vertegenwoordigd met een legio elektrische auto's om de gasten te vervoeren. De auto waar we nu staan is een waterstofauto. Uniek exemplaar. Ik denk wel een van de beste modellen die op dit moment bestaat. De auto is doorontwikkeld door Hyundai en die is vanavond ook al aanwezig om de genodigden in ieder geval kennis te laten maken met de nieuwe ontwikkelingen die op dit moment gaande zijn. En waar kan je tanken met deze auto? Op dit moment bij 3 tankstations in Nederland. Dat wordt op korte termijn uitgebreid. We hebben afgelopen dinsdag ook wat van gehoord tijdens Prinsjesdag. En in Duitsland is het netwerk al behoorlijk uitgebreid.
Dus ook daar wordt keihard gewerkt om die waterstoftankstations uit te breiden. En hoe ver moet je rijden naar dichtstbijzijnde tankstation? Op dit moment van ons uit zeg maar Twente rijden wij naar Münster. Dat is eigenlijk het dichtstbijzijnde waar je gewoon goed kunt tanken. En als je weer terug bent, dan is de tank nog niet half leeg? Nee. Nee, dat is hartstikke goed. De gemeente Twenterand gaat elektrisch rijden. Ja. Ik weet niet of jullie daar ook bij betrokken zijn? Ja, daar zijn wij inderdaad ook bij betrokken. En de gemeente Twenterand is ook door ons geadviseerd. Geheel onafhankelijk, begrijp ik? Ja, geheel onafhankelijk hebben wij toch een advies. Er is een aanbesteding geweest en wij hebben geadviseerd van joh, kijk verder richting de toekomst. Ook in combinatie met de zonnepanelen die ontwikkeld zijn hier. Ja, daardoor kun je dus een hele mooie stap maken richting de toekomst. En dat is wat gemeente Twente al gedaan heeft. En je brengt de gasten nu naar twee locaties, niet zo ver weg. En daarna worden de genodigden ook weer naar het Manitobaplein vervoerd, heb ik begrepen. Of hier naartoe? Nee, dat klopt. Het wordt, gewoon heel de avond worden ze gereden naar de locatie waar ze naartoe willen. Onder andere Manitobaplein. Okay. Nou, leuk dat jullie dat wilden doen. Wij vonden het ook leuk om even jullie de gelegenheid te geven om iets te vertellen over het bedrijf. Want ja, wat is Autolease Twente eigenlijk? Autolease Twente voorziet eigenlijk alle behoeften in de mobiliteit. Staat eigenlijk op elke achterklep van de auto. Wij voorzien gewoon in elke behoefte van mobiliteit. Of dat nu gaat om zakelijk lease, privé lease, auto's delen, auto's huren. Eigenlijk het totale plaatje. En dat doen we in combinatie met Autogroep Twente. Wat ook een samenwerkingspartner van ons is. Om uiteindelijk de behoeften van de toekomst te kunnen voorzien. Veel succes en ik denk dat het allemaal rustige klanten zijn vanavond. Dank jullie wel. Kijk eens, wij zijn nu op een andere locatie. We zijn bij het bedrijf Jotum. En Jotum heeft gelegenheid gegeven aan het waterschap om daar ruimte van in gebruik te nemen om de ondernemers die bij deze radenbijeenkomst aanwezig zijn iets te vertellen over de rol van het waterschap in relatie met innovatieve duurzaamheid. Een hele mond vol. En we hebben maar kort tijd, want de mensen staan te wachten, dus ik zal het niet te lang maken. Ik heb me ook niet voorbereid, want ik ken uw naam niet eens. Maar u mag zichzelf voorstellen en aangeven wat u bij het waterschap doet. Dat is goed. Ik ben Stefan Nijwening. Ik werk bij Waterschap Vechtstromen. Ik ben samen met een aantal collega's hier aan het vertellen, dat hopen we te doen zo, over hoe wij innovatie binnen het waterschap vormgeven. Het liefst in de praktijk met bedrijven en andere overheden in wat wij dan noemen proeftuinen. En daar wilden we een paar van laten zien vandaag. Ik hoorde u net wat zeggen, want we waren er een paar minuutjes eerder. Iets over medicijnen, dat is een probleem? Ja, dat is een probleem. Toename van medicijnresten in het water. En zeker in tijden van droogte. We hebben dat in Twente gezien. Als er niet veel water is, dan neemt de concentratie van medicijnresten toe. En daar maken we ons zorgen over. En ook dat proberen we, ja, daar proberen we oplossingen voor te vinden. En bijvoorbeeld in het Water Experiment Center Twente noemen we dat. En daar werken we als waterschap samen met de Saxion Hogeschool. Maar ook met vijf toonaangevende Twentse bedrijven. Waaronder Jotum, waar we te gast zijn vandaag. Ik zal u niet langer ophouden, want de mensen staan te wachten. En ik zal ook niet doorvragen over de medicijnen, want daar komt u ongetwijfeld in uw verhaal op terug. Ik wens de mensen hier aanwezig nog een prettige voortzetting van de avond. En fijn dat we even langs mochten komen. Graag gedaan, okay. Dit is de afvalwaterzuivering in Glanenbrug. En als we naar binnen gaan, dan... Even kijken. Dit is, u ziet hier de hal. Ja. Hier staan verschillende opstellingen van de verschillende bedrijven. Dat wisselt overigens wel. Dus inmiddels staat hij veel voller. Er zijn een paar proeven bijgekomen. Maar dit is waar hij begonnen is. Het is gewoon een plek waar die bedrijven uiteraard met buizen toe hebben. Ja, we hebben inderdaad een soort 360 graden beeld. Dan ga je eigenlijk verder de hal. Dus eigenlijk zet je daarmee de stappen. Nee, dat krijg je niet. Wij zijn in het pand van Jotum. En niet alleen in het pand, we staan in een container. En om mij heen allerlei apparatuur. Ik heb geen flauw idee wat het allemaal betekent. Maar hier naast mij staat iemand van Jotum. En als ik begrepen heb, is de naam Gerrit Dommerholt. Ja, dat klopt. Gerrit, dankjewel dat we mochten filmen en je even uit de groep gehaald hebben. Waar staan we hier?
We staan hier op dit moment in een drinkwatercontainer. Ik vertelde net al nummer 15 en 16 die uiteindelijk naar Zuid-Afrika gaan onder het project Green Source. En Green Source is een consortium van Twentse bedrijven die eigenlijk als doel hebben gehad om sport en spel en drinkwater met elkaar te combineren. En uiteindelijk in Zuid-Afrika te zorgen dat mensen daar een soort commune krijgen waar ze samen kunnen zijn. Maar waar ze ook drinkwater, waar de behoefte heel groot aan is natuurlijk, om daar drinkwater te kunnen krijgen. En de Twentse Consortium bestaat uit een deel van kunstgras. Hè. Ten Kaat is daar in eerste instantie mee gemoeid geweest. Om een kunstgras voetbalveld aan te leggen. En met infiltratiekratten daaronder van bedrijven van onder andere de Wavin. En regenwater valt naar beneden. Wordt door dat kunstgrasveld infiltratiekratten opgeslagen als een groot bassin. En van daaruit, als de behoefte er is, wordt het uiteindelijk als drinkwater uit deze container komt het dan. Waar ze het dan aan de buitenkant, dat kunnen we straks even aan de andere kant zien, kan men dan veilig drinkwater tappen. Alle apparatuur wat hier in deze container aanwezig is, is puur gemaakt om virus- en bacterievrij drinkwater te maken uit regenwater, maar ook uit bronwater, oppervlaktewater, rivieren, meren. Daar is deze technologie in voorzien. Dus veilig drinkwater. En wie zijn jullie klanten? Dat is heel divers. Onze klanten zijn in eerste instantie de industrie, ziekenhuizen, maar ook Defensie, die nou heel geïnteresseerd is in dergelijke containers voor missiegebieden. We hebben hier naast een container staan, die gaat naar Afghanistan. We zijn als enige van 23 andere bedrijven uitgekozen tijdens een testfase in Soesterberg een half jaar. In medio 2008 was dat, om uiteindelijk aan te tonen dat je van menselijke fecaliën, dus ja, plat gezegd poep en plas, om daar, om dat te kunnen vergisten, te vergassen en van de waterige fractie een irrigatiewater te kunnen produceren. Waardoor ze dus niet heel lang bezig zijn met een compleet rioolstelsel aan te hoeven leggen, maar waar ze eigenlijk heel compact van al hun poep af kunnen komen, platweg gezegd. Zijn jullie niet bezig als dit doorgaat en gaat groeien om jezelf overbodig te maken? Verklaar u nader. Nou, als iedereen de toegang heeft tot schoon water, kunnen jullie dit soort zaken niet meer verkopen. Nee, maar iedereen heeft geen toegang tot schoon water, want de waterschaarste in de wereld wordt steeds groter. Kijk naar bijvoorbeeld Indonesië, maar dichter bij huis Spanje, omgeven door water, maar zout water. Landen drogen uit. Je ziet bijvoorbeeld in Bangkok dat de zee optrekt de rivieren in. Dus dat je daar echt een verzilting krijgt van de bodem. Dus dat is echt een wereldwijd probleem aan het worden. Ja. Het is dus niet alleen de bacteriën die je eruit haalt, maar ook het zout. Deze container niet, omdat hij dus met name regenwater of bronwater filtreert. Maar ze hebben ook installaties die we omgekeerde osmose-installaties noemen. Die ook een onderdeel kunnen zijn van een container. Nummer 19 en 20 die straks naar Zuid-Afrika gaan, die hebben die technologie in zich. En die zijn in staat om dus zoutwater, zeewater zoet te maken en uiteindelijk dan ook als drinkwater aan te kunnen bieden. Ja. Ja, mooi en dankbaar werk, denk ik, want de mensen zullen er zeker blij mee zijn. Ja, alleen waar we wel mee op moeten letten is dat we niet te technologisch worden. Dat we dus de mensen die ter plekke daarmee moeten werken, dat die ook daadwerkelijk ermee kunnen werken. En dat hebben we gemeenten moeten doen door het zo simpel mogelijk te houden. En als ik u mee mag nemen hier. Hier hebben we bijvoorbeeld een bot neergehangen. Dat heet Green Source Spots for Water. En bij elke waterdruppel zie je terug in deze container wat het eigenlijk doet en wat het eigenlijk is. Dus je begint hier met het voetbalveld. En vervolgens gaat het water dan naar een tank toe, enzovoorts, enzovoorts. Zodat de mensen ook weten wat er eigenlijk gebeurt. En wat er met hun water op dat moment aan toe gaat. We hebben gemeend zo min mogelijk pompen in de installatie te hebben. Dus zo min mogelijk draaiende delen, zo min mogelijk onderhoud. Poortwachters, dus de ene beveiliging naar de andere. Membranen die virussen en bacteriën vrij water maken. Maar daarnaast ook nog ultraviolet desinfectie. Om uiteindelijk dan ook nog als laatste poortwachter te kunnen fungeren. Het water te desinfecteren. Nog laatste vraag nog even. Waarom heeft Jotem, en misschien is het een overbodige vraag. Waarom heeft Jotem zich opgegeven om mee te doen aan het innovatief duurzaamheidskader van deze bijeenkomst?
Omdat wij vanuit ons waterhart, zeg maar, vinden dat we duurzaam moeten uitdragen, maar ook als bedrijf zijnde, maatschappelijk verantwoord ondernemen. We zijn lid van de Friese Veense gemeenschap, we zitten hier nu 2,5 jaar. We zijn heel warm ontvangen door de gemeente. We hebben vanmiddag ook in de tent nog even met een ronde tafel gesprek over technologie en innovatie gesproken. Ja, dat willen we graag. We willen ook graag dat, dat de mensen eigenlijk ook weten wie we zijn. En dat er ook mensen die hier studeren, bijvoorbeeld op universiteiten of de Saxion Hogescholen, ons ook weten te vinden, want die hebben we straks misschien heel hard nodig. Ja, okay. Dank u wel en succes. Graag gedaan, okay. Dank u wel. Kijkers, u ziet ons nog niet, maar we zijn er wel hoor. Wij zijn op de ondernemersbeurs in de feesttent aan het Manitobaplein. En naast mij staat Henk Jonker van de Gele Pollen BV. Hoe ben je op die naam gekomen, Henk? Nou, dat is relatief eenvoudig. Ik woon aan de Gele Pollenweg. Is weliswaar Tubbers grondgebied in Geesteren. Vandaar de naam. En daar ben ik wel, die BV bestaat er wat langer, maar ik ben gepensioneerd. En ik kan moeilijk stilzitten. En ik ben van oorsprong, ik ben 20 jaar woon ik nu daar, altijd in Frieseveen gewoond. Vroeger vervelend geweest in de gemeenteraad. En ik zag de kaalslag op het Manitobaplein. De Rabobank, ergernis voor iedereen. En het postkantoor. Nou, en toen ontstond bij mij het idee, en ik wist dat het postkantoor te koop was, om daar iets voor te bedenken. Okay. Daar wil ik met je naartoe, want aan het Manitobaplein wordt hard gebouwd. Een andere invulling van het postkantoor. En we staan hier voor een 3D-foto van het oude postkantoor. Maar daar zie ik appartementen en noem eens op. Kijk, aanvankelijk hadden wij op die locatie een plan voor een zorgcentrum, 30 zorgwoningen. Maar de partij waar we mee bezig waren, die op een gegeven moment gezegd, we willen niet meer. Nou, oké. Okay. Toen hebben we wat nieuws bedacht. En toen hebben we bedacht van, god, we kunnen het ook voor wonen invullen of appartementen. En wij hadden het gevoel, dat is ook maar gevoelsmatig, zijn maar 3 appartementen. En 9 woningen, centrumwoningen, in een prachtige locatie. En de appartementen zijn allemaal al verkocht? De 9 woningen en alle 3 appartementen zijn allemaal verkocht. Henk, bedankt dat we even met je mochten praten. We hebben ook een drankje van je gekregen. En daar ga ik nu een slokje van nemen. Okay, bedankt. Okay. Ja, graag gedaan. Kijkers, en we staan nog steeds in die hele grote tent. En volgens mij, Rick Papen, want die staat naast me, ben jij verantwoordelijk dat die grote tent hier staat? Het initiatief heb ik zeker genomen. Maar ik ben er niet alleen verantwoordelijk voor. Dat hebben we met heel veel mensen samen gedaan. Ik ben er niet minder trots op wat hier staat. Het is echt wel bijzonder wat hier samenkomt. En dat is een combinatie van heel veel activiteiten. Inwoners uit Friesveen en ook vooral heel veel ondernemers. De gemeenteraad die meedoet, de gemeente zelf die erachter staat. Het is eigenlijk heel erg fantastisch wat hier gebeurt. Daar ben ik heel erg trots op. Ik heb er niet heel veel verstand van. Maar zo'n tent kost een paar cent, laat het maar zo zeggen. Ik hoef geen bedragen te weten, maar het kost heel veel geld. Daar zit een risico aan. Is dat risico afgedekt of hoe gaat dat? Hoe gaat zoiets? Nou, je begint een jaar geleden met plannen maken. Dat doe je proactief. We hebben niet eerst een gemeente benaderd, nee, we hebben ondernemers benaderd. En de ondernemers hebben met elkaar gezegd, jongens, we staan hierachter, we gaan dit doen. Dan is het nog een heel lang proces en traject voordat je het voor elkaar krijgt. Maar die hebben groen licht gegeven. Toen hebben we gezegd, wij gaan hiermee door. We hebben dat opgepakt, we hebben plannen gemaakt, doorgevoerd. En de ondernemers staan erachter en die maken dit ook mogelijk. En daar ben ik heel blij mee. En ook vooral trots op dat het kan hier. Nou, dat is zeker heel mooi. En je hebt een begroting en een planning gemaakt. En jullie liggen op schema? Ja, wij liggen op schema en zelfs erboven, denk ik. Je maakt plannen, je gaat er vooruit. En dan heb ik het niet eens over de begroting. Dat vind ik in principe ondergeschikt. Natuurlijk moet de boel bekostigd worden. Maar het gaat er vooral om dat het een goed feest wordt waar iedereen achter staat. En als je dan ziet dat eigenlijk elk evenement veel drukker bezocht wordt dan waar we op hadden gerekend, nou, dan ben ik daar heel trots op. Het heeft geen zin om te vragen wat er nog staat te gebeuren. Want deze uitzending wordt pas uitgezonden nadat het feest al afgelopen is. Ik wens je heel veel succes
Mooi dat alles loopt zoals je gepland had. En bedankt ook voor je inzet. Heel graag gedaan. Kijk eens, wij staan nu op een andere stand. En de verrassende tafel. En ja, de tafel is verrassend, zie ik. En naast mij staat een mevrouw die al behoorlijk druk is geweest deze feestweek. Ik mag jij zeggen, kan je er iets over vertellen? Ja, zeker. Mijn naam is Rosita van der Kruk. Ik kom uit Westerhaar en ik ben gevraagd om hier de ondernemersbeurs te organiseren in Frieseveen. In het kader van 650 jaar. Dat heb ik met heel veel plezier gedaan. Het was keihard werk de afgelopen 4 maanden, maar we hebben echt een, iets moois neergezet. En nu wij eigenlijk aan het einde van de beurs zijn, kan ik zeggen dat het heel geslaagd is geweest. En jouw bedrijf heet Party Roos. Hoe ben je aan die naam gekomen? Nou ja, mijn naam is dus Rosita. Ik hou van parties. Dus ik heb het op die manier heb ik het gecombineerd. En jij staat hier ook op de ondernemersbeurs, dus je hebt niet alleen zaken georganiseerd, maar je bent ook actief om je bedrijf te promoten. Nou ja, wij hebben nu als sponsoring, ik wilde graag wat doen en ik heb nog een bedrijf, dat heet De Verrassende Tafel. En wij doen alles op het gebied van eten en daar dacht ik van, nou ja, hoe leuk is het om aan het einde van deze ondernemersbeurs de ondernemers te verrassen met heerlijke hapjes. En die komen nog, die hapjes, of zijn die al geweest? Nee, die komen nog. Dan ben ik op tijd. Ja, zeker, ja. Rosita, bedankt dat we even een kort gesprekje mochten hebben. Ik heb nog een paar meer mensen die ik moet interviewen. Leuk en blij dat je succesvol bent geweest. Zeker. Oké. Okay. Dankjewel. Kijk eens, ik sta hier in de stand van Almi. Een bekend bedrijf in Frieseveen. En naast mij staat Gert. Ik ben even zijn achternaam vergeten, maar dat is geen probleem. Hij stelt zichzelf voor. Goedenavond, ik ben Gert Aalderink. Geef leiding op de lasafdeling bij Almi. En werk inmiddels 32 jaar bij Almi. Met veel plezier. We staan hier op de beurs. Omdat het voor ons natuurlijk een mooie gelegenheid is om Almi verder bekend te maken bij het Frieseveense publiek. We zijn een bedrijf wat al inmiddels ruim 70 jaar bestaat, maar toch veel mensen wat eigenlijk Almi nog niet echt kennen. Nee, dat klopt. Een enkele keer komt jullie naam wel in de publiciteit voorbij. Ook heb ik wel eens wat gelezen dat jullie naar Afrika gingen of zo. Klopt dat? Ja, we hebben eens knippers verkocht in Afrika. Wereldwijd zijn we heel bekend met steenknippers. We maken ook al ruim 40 jaar altijd steenknippers, wat we dus wereldwijd in 60 verschillende landen verkopen. En we blijven innoveren in nieuwe producten. Ik weet niet of u dat kunt zien, hier de nieuwste aanwinst. De nieuwste aanwinst van ons. Dat is een mooie kleine steenknipper, wat nog geen 50 kilo weegt, maar dus gewoon met de post opgestuurd kan worden. Dat is zeker... Microtechniek, hè? Jazeker, dat is een hele kleine techniek. Goed uitgedacht en werkt perfect. Waarom hebben jullie besloten om mee te doen aan de ondernemersbeurs? Alleen maar om naamsbekendheid extra te genereren, want jullie hebben de klanten niet alleen in Frieseveen. Of is er ook het sociale gebeuren? Ah, dat is zeker het sociale gebeuren. Want, net als ik zeg, we zitten al ruim 70 jaar aan het kanaal in Frieseveen. En zoveel mensen wat niet weten wat daar achter die blauwe muur gebeurt. En dat hebben wij hier dus uit kunnen dragen. En we vinden het ook heel belangrijk dat we als bedrijf in Frieseveen ons hier kunnen laten zien. En het is een heel mooi initiatief. Fijn dat we even met je mochten praten. Nog veel succes en met het bedrijf. Ja, oké. Okay. Dank u wel. U ook. Kijk eens, ik sta hier aan een tafeltje op de ondernemersbeurs. Er staat hier een lege fles wijn, 650 jaar Frieseveen. Maar daar hebben wij geen druppel van gedronken. Nee, dat klopt. Niet dat ik erin spuug, maar deze fles is niet door mij
soldaat gemaakt en ook niet door jou geloof ik. Nee, al mag ik graag een wijntje drinken en ook, zeker een relatie met Friese Weer 650. Dus, ja, wij zeggen jij en jou, maar stel eens voor aan de kijkers wie ik hier naast me heb staan. Ja. Ja, mijn naam is Gerard Nijkamp, echte Vinnerman. En zeker betrokken bij het Friese Veen 650 gebeuren. En dan wel heel specifiek voor de sport. Want ik mocht ook namens de organisatie van Friese Veen 650 onderdeel sport organiseren. En dat is denk ik in de eerste drie dagen van deze week prima verlopen. We hebben een hartstikke leuk toernooi gehouden onder de noemer Vienne Heroes. Daar hebben alle sportverenigingen uit Friese Veen aan meegedaan, zowel bij de jeugd als bij de senioren. Dat was gisteravond afgesloten en vanavond is er nog een wedstrijd Dos Deto geweest, de derby, All Stars, de oude generatie van Dos Deto. Die hebben vanavond gespeeld. En morgenavond is er nog een echt afsluiting van de sportweek. En dat is met een hele mooie recordpoging bal hoog houden. Dat wordt met 650 kinderen gedaan om 6 uur op vrijdagavond 20 september. En om 10 uur is er een hele mooie pubquiz waarvoor zich al 100 teams hebben opgegeven. Hartstikke mooi. We worden onderbroken door ja. Dus ja, we moeten het gesprek helaas eindigen. Het spijt me, we hadden nog even door kunnen praten over de bemoeienissen bij de sport. Jij bent ook betrokken geweest bij de radenbijeenkomst vanavond. Een kort woordje daarover. Hoe vond je het? Ja, ik vond het heel interessant. Ik was er specifiek voor uitgenodigd, omdat ik zelf ook in de bouw en de techniek zit. En ik vond met name het verhaal van Doekle Terpstra interessant. Met wat hij te vertellen had. Er zijn nog flink wat uitdagingen op gebied, zeker op gebied van onderwijs. En ik ben daarna bij een interessante lezing geweest op gebied van circulariteit. En dat is echt iets voor de toekomst van Nederland, van de wereld. Bedankt dat je even met ons wilde praten. Het podium is aan de sprekers daar. Oké, dank u wel. Het is bijna 22:55. En er is een einde gekomen aan een bijzondere avond. Die begon vanaf 7:00 bij Raap Karge. Vervolgens zijn wij gegaan naar Bakkerij Holland, maar daar hebben we geen beelden van. Naar het bedrijf Jotum. En we hebben gesproken met Raap Karge, met Vita Plastic, met Roelofs, met de Groot Vrooms Hoop, met Kogas. We hebben de waterstofauto gezien. En we zijn op de ondernemersbeurs geweest. En daar hebben we nog een aantal gesprekjes kunnen voeren met de ondernemers. Het was een mooie avond. De muziek stond wat hard bij de opnames op de ondernemersbeurt. Ik weet niet of onze knipper die de reportage in elkaar moet plakken, of die het geluid er nog uit kan krijgen. We hebben ons best gedaan. Ik dank u voor uw aandacht. Ik dank voor de kans die de gemeente Twenterand Delta heeft gegeven om er opnames te maken. Ook de bedrijven die ons toegestaan hebben om bij hun in het bedrijf opnames te maken. Dank u wel. We hebben het met veel plezier gedaan. En u weet het, wij komen met het programma Politieke Stem op Delta FM weer snel bij u terug.